Welkom bij de Pro League. We reizen door het hele land en komen terecht bij de mooiste voetbalclubs. Na Ajax en Feyenoord zijn we vandaag bij de landskampioen van 2010. Ze staan aan het begin van een fantastische loopbaan. Als je naar hun voetbalkwaliteiten kijkt, is dat uitermate aangenaam. Onvoorspelbaar, kwikzilver en met een fluwelen balgevoel spelen ze iedere tegenstander zoek. Ze gaan doelpunten maken, een heleboel. Ze zijn strak en hun haar zit nooit in de war. Hier zijn Lucas Daniels en Younes Mokhtar. Wat zeg je nou? Hij zegt haar nooit in de war, maar zit vandaag precies in de war, man. Hey, je bent net bij FC Twente. Wat vind je van FC Twente? Ja, mooie club. Ik heb hiervoor bij PSV al lang gezeten en daarna ben ik even een stapje terug gegaan naar FC Eindhoven en PEC Zwolle. En dan kom je weer hier terecht en dan zie je gewoon dat het echt een grote club is. Ja, wat is dan het meest opgevallen bij jou in positieve zin? Als je het verschil kijkt bijvoorbeeld bij PEC en nu hier? Het is gewoon allemaal wat groter. Je hebt betere faciliteiten, je hebt grotere medische staf, grotere trainingsstaf. Dus overal kun je geholpen worden. Je hebt een fysieke trainer die je bijstaat met krachttrainingen. Ja. Dus het is wel echt gewoon heel professioneel. Oké. En je zegt net van mijn haar zit door de war. Ik had wel een mooie aankondiging voor je bedacht. Hebben ze niet een personal kapper voor jou? Nee, ik knip meestal in Amsterdam, man. Dus weet, als je lang niet vrij bent, dan moet je even doorkomen toch. Maar gelukkig is het een beetje koud, dus dan is het niet zo erg. Ja, jij gaf het voorzetje. Nee. Hey Luc, hoe lang gaat SC Twente nog meestrijden om de titel? Ik hoop heel lang toch. Maar Vitesse en Ajax doen het gewoon goed. En onderin is het ook nog lastig van ons als wij punten verspelen en de anderen winnen. Dus wij moeten zorgen dat we gewoon zo meer mogelijk punten morsen. Oké. En wanneer ben jij tevreden als het gaat om het aantal goals? Heb jij een bepaalde mindset van oké, ik wil boven de 15, boven de 20 of denk je daar niet aan? Natuurlijk denk je daaraan. Maar dat is toch voor jezelf, weet je toch? Als je dingen gaat zeggen en dan kom je ze niet na, dan kunnen ze altijd terugkomen naar je en zeggen van, hey, je bent ze niet nagekomen toch? Oké, nee, helder. Weet je wat? Ik denk dat we maar gaan beginnen. Heel tof dat jullie meedoen aan de Pro League. Wie gaat er winnen van jullie? Ja, ik mocht de beste winnen. Niet te sportief, maar ik ga al klaar, man. En wat is jouw antwoord daarop? Younes, je kan alvast naar binnen gaan, want ik ga winnen, man. Oké, wij gaan beginnen met de Pro League en we beginnen met schieten. Boys, ik hoor een beetje fire tussen jullie. Niet alleen maar om de voetbalskills, maar het gaat om patas. Sofian, eerlijk. Eerlijk. Alsjeblieft, kijk deze zebra patas. Kijk deze zebra patas. Deze schoenen, ze hebben gewoon een zebra voor deze schoenen. Deze man heeft dozen om zijn voeten. Hij praat ook nog. Kijk die doos. Het is gewoon een doos. Hey boys, we gaan verder. Hey, wel eerlijk spelen. Ja, hij wil wel spelen. Even een kleine tussenstand. 200 punten, 350 punten. Wat ik al heb gezegd, toch? Ja. En jij... 300 toch? 300. Nee. Ja, 350 toch? Nee, 200 samen met mij. Deze was 150. Ik heb 350, je hebt 2 bakken, klaar. Maar deze bal ken je wel, hè? Ja, die groene bal toch? Ja, toch? Die is 300 punten. 300 punten, oké. Oké. Nee, man! Wow! Hey. Younes, ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor, man. 3, 2, 1, go! Kijk, hem gaat heel lekker. 3 verdedigers voorbij. Wat een verdediger, kijk. Kijk hem gaan om die rotonde. Hey, lekker hoor. Prachtige dribbel, sleepbeweging. Weer 3 verdedigers. Bos heeft gesloten en daar gaat hij. Laatste meters, stop. Je hebt 21 seconden. Zo. Mijn brok om maar was het wel waard, man. 21 seconden.
Hey, er zitten ook sommige mensen uit de Wijteveen te kijken. Wat betekent brokkel? Kapot. Kapot, man. 3, 2, 1, go! Hey, lekker hoor. Kijk, oh, ja, ja. Nog net goed. Je mag commentaar geven op zijn dribbel. Hey, hou die bal kort bij, hè? Tweebenige. Hey, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, eromheen, daar. Oh, 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 oh. Je moet terug, Luc. Terug. Ja, ja. Terug. Laatste, hij heeft laatste gesmokt, hè? Stop. Hij is gewoon veel te scherp, weet je. Ja. En je liet daar toch even eentje gaan. En je zat eigenlijk op 22 seconden, maar we gaan er 4 bij optellen. Kan niet, man. Je krijgt 26, man. Kan niet, man. Ik vind dit onterecht, man. Ik vind dit onterecht. Ja, nee, ik vind het dus. Het zijn gewoon de regels. Ik moest. Ik moest. Om die pion heen. Ja. Nee. Vind ik onterecht. Maar, als je heel eerlijk bent, heel eerlijk, klein beetje. Ja, spelen om te winnen toch? Spelen om te winnen. Oké, we gaan naar het volgende onderdeel, laatste onderdeel. Hoog houden. Hey, je bent wel echt gedreven. Ik wil precies zien hoeveel. Ja, relax, okay, man. Okay. Dit is de officiële... We gaan samen tellen. Wil jij gaan tellen? Nee, jij doet het. Kijk, zie je? Oké. Tijd klaar? 3, 2, 1, go! Even voor de kijker thuis. Ja? Hoeveel denk je? Ik denk iets van 80 of zo. Wat? Oké, 100 of zo. 100. 180. 135, wat? Ja, man, is wel. Ja, man. Is wel een goede score, man. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen in 1 minuut. Het is gewoon meer. Hey, wow. Ja, dat is heerlijk, man. Moet ik even masseren? Het is het waard, man. Ja. Ik moet voor je winnen, man. Hè. Dan maar 2 dagen last van hamstring. Als ik hem maar win, man. Go. Wacht. Oh. Je zegt nu dat ik vals speel. Ik zie je sneller gaan dan met zijn voeten gaan, man. Ik zeg je eerlijk. Ik zag je alleen maar tikken, die baf, joh. Je bleef gewoon doortikken. Is gewoon, je kwam in die roest. Hij komt uit Rotterdam, weet je toch? Okay, nice. Dat betekent... Nee. Nee, het was heel eerlijk. Hey. Zeker minder. Ik denk minder. Hoeveel denk je? Sowieso minder. Ik denk minder, maar mijn kuit is zo aangespannen. Zo. Kan niet, man. Hij heeft 3 keer die bal. Boys, hij heeft 3 keer die bal laten vallen, ik 1 keer. Kan toch niet? Hij heeft 3 keer die bal laten vallen, ik 1 keer. Echt? Younes. Kijk. 7 meer. Heerlijk, hij klikte sneller, hè? Ja. Kijk. Hij klikte niet sneller. Oké, maar wacht, leg me uit. Hij heeft 3 keer die bal laten vallen, ik 1 keer. Kijk. Als je die bal... Kijk. Hij heeft niet eens, had hem wel korter dan jou. Ik had hem korter. Hij had hem zeg maar tik. Juist. Alleen kijk, ik heb geen controle. Hij had hem korter dan Mokro. Oké. Alleen ik heb geen controle, jou, maar toch. Begrijp je? Wat is totale score? Ja, dan gaan we even uitrekenen en dan komen we terug. Ik ga jullie allereerst in ieder geval bedanken dat jullie hebben meegedaan. Ik weet dat er eentje zo meteen heel erg teleurgesteld is. Dus ik bedank jullie nu alvast. Zeg gelijk die score. Zeg gelijk. Wacht niet. We willen niet. Oké. Okay. Luc, jij dan hebt... Dan heb ik al verloren. Wacht, ik wil eerst relax, man. Luc, hoe vond je het?
schieten was slecht, man. Schieten was slecht. En jij? Ja, er had wel wat meer ingezeten met schieten, maar ik toch eentje meer gemaakt dan hem, dus dan tevreden. Younes, je hebt een eindscore van 2990 punten. En Luc, je hebt een totaalscore van 2860. Ik vind het een mooi moment om af te sluiten. Ik bedank FC Twente voor de gastvrije ontvangst. Ik bedank jullie nogmaals. En benieuwd waar we de volgende keer bij staan. Adios, bye bye amigos. Ciao.